Nee, maar hier hangt niks. Hier wil ik wel even binnen gaan, maar... Wat is creepy? Creepy. Westipal, dit is echt een horrorhuis. Nummer 13 on Elm Street, bruv. A Rue Senie. Numero 13. We zijn kerk. Het verlaten domein in het park. Wesh, 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 la famizi. Alizi, kom jamizi. We zijn terug in het park. Ik leid jullie rond de Rozenaak, Russenie, rond de kerk. Een parkje die vergeten is, door de locals heel bekend. Mensen barbecue hier. Het wordt vaak gevandaliseerd. Je kan er drugs halen. Het is Russenie, frère. Ik heb hier zelf al een festival meegemaakt. Wesh, de anekdote. Kijk, als jullie geluk hebben, kunnen we een kijkje nemen achter ons. Er staat een huis te verloederen, weg te rotten. Het is een huis met een rijke historie, een soort forum waar bijeenkomsten werden gehouden, waar vieringen werden gedaan. Er werd onderdak verleend, ook voor vluchtelingen. Er werden workshops gehouden, maar nu staat het echt al heel lang leeg. Ik heb het gehoord van outside, ik ben getipt geweest, dus ik ga nog even een kijkje nemen. Het gaat sowieso dicht zijn, maar ik kan jullie op ideeën brengen. En verder, tweede urbex, een grote graanmolen. Of, ja, ik weet niet wat het is, staat al jaren te koop. Het is een impressionant gebouw, je ziet het van ver hier in de omgeving. We gaan er eens dichter een kijkje aannemen. Tjallas la famizi. Kijk, jullie zien hier ook, door de vandalisatie. Oh, die vandalen toch, man. Kijk, ik kan letterlijk nergens meer zitten. Ze hebben er letterlijk een web van gemaakt. Creatieve vandalen. Kijk, de ring zit er toch nog in. Maar je hebt er maar één. Maar zeg me, hoe moet je dribbelen? Hoe moet je hier dribbelen op een grasplein? Dat heb ik nooit begrepen. Maar je kan wel shooten. Kijk, de sporen. Kijk, dit gebouw staat ook zo goed als leeg. We gaan er straks voorbij passeren, dat is de zekerheid. Maar hier ben ik binnen geraakt. Ik weet niet meer hoe. Ik zie dat er draad is nu. Binnen ben je saaf, maar hier waarschijnlijk. Ik heb nu niet echt zin om gekke dingen te doen. Dan staat al jaren leeg. Zeg niet dat ik jullie getipt heb. Kijk daar ook de stenen. Je ziet al dat het huis echt speciaal gemaakt is. Volgens mij ben ik er gewoon zo overgeklommen de laatste keer. Is dat niks speciaals? Die garagepoort is zo goed als open. Geprobeerd eruit uit te ketsen. Maar te vergeefs. Wauw, bedekt met klimop. Geeft iets tovenaarsachtig. De kerk dan. En kijk daar. Er is ook een ruit uit. Dus eigenlijk is dit ook verlaten. Hier op de deur staat het duidelijk. Verboden ingang. De rechtbank kan je vervolgen. Jammer, man. Moest dat op elke urbex locatie staan, was ik nooit urbexer geweest. Maar velen vergeten die boodschap. Mysterieus. Nee, maar hier hangt niks. Hier wil ik wel even binnen gaan, man. Wesh, creepy. Creepy. Westipal, dit is echt een horrorhuis. Zo kan je ook al in de tuin gaan. Ja, dus ik heb er nu de ballen niet voor. Ik heb jullie support nodig. Ik wil weten dat ik niet alleen ben. Kijken jullie mee? Wesh, die huis. Kom hier aanbellen op Halloween. Ik daag jullie uit. En daar staat er solidariteit mondiaal, wereldsolidariteit. Daar zijn we dus voor. Nummer 13 on Elm Street, bruv. A Rue Senie. Numero 13. Er komt een auto aan. Ik moet mijn haast verstoppen. Het huis van de Grim Reaper. Ouais, c'est bon. Lang geleden dat ik zo'n suspense heb gevoeld. Het met klimop opgevuld, daar maak ik sowieso een aparte van. En laat ons onze karma ophelderen bij de kerk.
Kijk, andere kant ook volledig met klimop. Bedekt. Volledig met klimop bedekt. Zo mysterieus dit huis. Het grenst dan aan het andere huis dat nog in gebruik is, maar ook stilletjes aan het leeglopen is. Ik denk dat die tip dat het eerder op dit huis was bedoeld. Maar hier, ik snap nog niet waarom er geen enkele Urban Explorer hier een ding heeft meegedaan. Jullie weten, ik zou sowieso Challas gaan, maar het is te dicht bij mijn huis. Mensen kennen me hier. Ik heb hier een hele slechte reputatie. Ik ben niet credibel hier. Fuck my life, een camper of zo. Waar staat die camper hier meestal? Dat moeten we zien te observeren. Kijk, dit volgens mij is ook leegstaand, ofwel is het iemand die niet keert om zijn huis. Uit respect heb ik het niet gefilmd. Zeg je wel eerlijk, die camper staat hier wel al lang. Hier een soort, ik weet niet, een onthaalruimte waar vroeger de, hoe heet die man? Ja, de security man zat en daar het graanbedrijf. Het is niet zo speciaal, maar geloof me, als je het van in de verte ziet, nu ziet het er dik en lomp uit, maar als je het van ver ziet, lijkt het echt zo'n smalle, hoge, brakke, instabiele toren, weet je. Een beetje een haunted house, zo. Een horror house. Kijk, daar heb je een silo die helemaal onver ligt. En hier kan je mooi stappen, bro. Wauw. Waarom ben ik nog hier niet vaker geweest? Ja, niks ga je hier vinden. Ik ga die geen fabeltjes wijs maken. Niks ga je hierin vinden. Gewoon een goede echo. Rustiek, roest. Ik zeg het zelf, nu heb ik hier geen zin om te vertoeven, man. Sowieso veel ratten die de rest van de graan opeten. Kijk daar, de mooie kruisberg. Kijk, de waaghals kan dit nog altijd beklimmen. De duiven schijten op het fundament, op het geraamte van het gebouw. Wesh, en zo zien we het mooi. Kijk eens aan. Russenie, Rozenaken. Van waar zou deze naam komen? Aken ligt helemaal de andere kant op van België, naar Luxemburg toe. Dit is Rozenaken, wat zeg ik? Aken? Aachen is Duitsland. Maar hier is Rozenaken. Klinkt wel mooi in het Duits, klinkt als een klok. Ouais, c'est bon. Prachtig, Russenie. Wat willen jullie nog meer zien? Tussen veld en akker, je suis là, moi. Kijk, zon in mijn gezicht. Wauw. Ouais, c'est bon. Kijk, is er altijd deze ingang waar je in kan gaan. Kijk, ik hoor nu al de duiven. Ik ben zelf nog geen enkele voet binnengezet, man. Maar ik heb daar geen interesse in. Ik zeg jullie eerlijk. Kijk hoe saai. Echt niet fraai. Ik heb dan meer interesse in dit hokje dan. Het kleine controlekamertje. Hier een soort laadbrug. Zou het renderend geweest zijn. Bloemen op de grond. Dat is echt wel raar. In het hokje met nog een ijskast, sleutelkast. Ja, het is goed zicht hier, dus dat kan ik niet ondermijnen. Voilà, check het nog eens. Kijk, die straaljager erboven, alsof die erin gaat vliegen om het gebouw te vernietigen. Boom! Gekke verbeelding, Ginger. Gekke verbeelding. Ik ben terug in het park. Ik zie jullie later terug voor een volgende video. Laat mij weten wat jullie ervan vonden. Wil jullie een kijkje nemen? Neem gerust een kijkje hiernaast op eigen risico. Ik ben hier denk ik te oud voor geworden. Ik ga mijn speurneus voor andere dingen gebruiken. Challas la famizi. Brazza. Je suis là, moi. En dit was een sticker van mij. Ook dit hebben de Vandalen niet gespaard.